Goedemorgen vismaatvrienden. Ja, ja, daar zijn we weer. En we gaan wel starten met een hele nieuwe serie, namelijk Doodaas in korte broek. Nu is het vandaag 17 graden en aan het begin nog een beetje bewolkt. Dus we zitten nog niet in de korte broek, maar het idee van het verhaal is duidelijk natuurlijk. Heel de winter lekker doodazen, daar zijn we helemaal gek op. En dit keer dachten we, deze zomer gaan we ook volop inzetten op het doodaas. En gaan we eens kijken of doodaas in de zomer succes heeft. En dit is de eerste poging, dus we gaan meemaken. Bart gaat zojuist de eerste hengel eruit. We gaan slepen, gewoon met de elektromotor. Twee vorntjes achter de boot en eentje van ons die gaat voorop en die gaat lekker de boel een beetje afwerpen. Zo hebben we toch een beetje een dubbele kans. En hopelijk wordt het wat vandaag. Let's go! Eens gaat de hengel. Horen we. Wat zei? Het is vis. Hangen. Lekker zeg. Vis in de boot. Tenminste, nog niet in de boot. Oké, Bart. Dit zijn we niet meer gewend. Nee. Nu raak ik in paniek. De drill is waar we het allemaal voor doen. Wat je met het eerste visje. Ik ben bezig met het net. Nou, het is een visje hoor, het is een mooie vis gewoon. Dit. Oh, die hielp wordt bijna het water in. Kijk eens. Ik doe maar één haakje aan, dat is snel scheppen. Geef scheppen, we zijn zo bij jullie terug. Oké. Ik was even druk. Even kijken, Bart. Wauw. Nou, dat is toch de eerste visie, jongen? De eerste visie van deze winter. Deze zomer. Deze zomer. En ik heb net niet opgenomen, dus ik heb op het verkeerde knopje gedrukt. Nee, joh. Dus maar, de drill staat er niet op? Ja, ik denk het wel. De drill wel, maar okay. Wat een mooi beest. Ja, mooi visie. Mooi vis. Heb jij een... Achter je ligt een meetlat. Een meetlat. In de... En de ding. Even kijken. Het matje is mooi nat. 82 centimeter. Dat is een mooie eerste vis van de serie Doodaas in korte broek. En wat een beest. Nou, we gaan hem eens eventjes loslaten. En daar gaat hij al. Daar gaat hij al. Lekker Bart, jongen. Hey. Eerste vis van Le Saison. Zeker. Lekker man. Ratel, trrrt. Weg was die. En jij zei het, hè? Hier gaat het gebeuren. Ja. Mooi man. Dat is mooi. Dan hebben we de eerste. Dan gaan we hier even de boel weer organiseren. Nieuwe vis erop. En dan gaan we. Ja, ja, dat was vis nummer uno. En dat ging eerlijk gezegd best wel snel. Die hadden we zomaar even te pakken. Half uurtje. Ongeveer. Half uur. Dus nou, het plan werkt tot nu toe. We gaan weer door. Er liggen weer twee vorntjes erin. En die we slepen weer achter de boot. En die gaan snel weer werpen. En dan kijken of we daarmee nog een vis kunnen vangen. Twee. Vis. Ja. Wat? Pak hem. Maat, ik heb die guppy. Wacht maar, vis. Hou maar binnen. Hou maar binnen. Ja, ja, nummer twee voor Bart. Nummer 2 voor Bart, kijk eens. Kom maar hengel, daar gaat hij. Kijk
Lekker Bart. Ja, goed hè, ik kom je helpen. 1, 2, 3. Daar komt hij weer. Ja, Ik ben heel even hier in. In die pocket. Oei oei oei, vis nummer 2. En bijna een haak in Bart's vinger. Nou, hij zat in mijn vinger, maar... Ja. En hij zat in het net en in de vis. Ja. Dus dat was echt bloedlink. Ja. Ik ga deze niet meten. Ik denk dat 10 centimeter of... Het is de 75 en 80. Ja. Agressief mannetje. Ja, hij is heel agressief. Maar lekker Bart, hé. Binnen een uur, 2 vissen. 2 visjes. Op dood aas. Ja, dit is een groot succes. Lekker hoor, Bart, hé. Pas op, je neemt die lijn mee. Nummer 2. Nou ja, oké. En dan zeggen we... Release! Ja, ja! Nummer 2 in de boot. Dood aas in korte broek wordt een mega kwapper. Kijk, hier. Hij gaat echt in mijn vinger. Oh, dat scheelt weinig. Ik heb zoveel mazzel gehad. Ja, maat. Zo, je schilderde, ik schok. Ja, okay. ik vond die haak en ik zie het gewoon fout gaan. Ja. Had wel veel views geleverd. Oké, nou, ik ga de guppy weer laten zwemmen. En Bart die gaat de dood aasengels weer in orde maken. En dan wie weet tot zo weer met vis nummer 3. Maar we hebben er in ieder geval al 2. Zo, even op de motor een stuk naar Heemsdam gevaren. Daar gaan we weer even door. Ik heb net nog de hele tijd staan werpen, maar helaas niks. Ook een heel stuk nog afgesleept met totaals, maar ook niks. Dus ga even een nieuwe plek proberen. Onderweg 2 blazende zwanen met kinderen. Ook altijd gezellig. Maar nu is het tijd voor hopelijk vis nummer 3. Helaas, niks in Jansdam. Dus de motor is weer aan zoals je hoort. En we gaan snel terug naar de bult waar we de eerste 2 vissen hadden. Nee, hij heeft op de hielken een vis. Jongen. Hij heeft op de hielk een gewone vis. Oh jee jee. Ik zeg dat aasje moet ik hebben. Dat aasje moet ik hebben. Gewoon 18 meter aan smijten, geen vis. Daar doe ik toch iets niet goed, denk ik. Ook gewoon voor de boot pakken. Ik zag hem pakken. Kikken, man. Nou, Bart. Waar is hij? Waar? Op de hulken. Op de guppy hulken. Die we hebben getuned. Ja. Dus daar komt ook een video van of die staat online. Maar in ieder geval, daar zijn we mee bezig. En ik heb al, denk ik, 5-6 uur staan werpen met dat ding. Mag hij weer terug? Nee, hij mag nog niet terug, want ik ga dit eerst nog vertellen. Nee, hij mag terug. Maar 5-6 uur staan werpen met dat ding. Omdat ik dacht, dit is de aasje, die moet ik hebben. Ik heb zelfs andere dreggen erop gezet. En heel veel mee staan gooien. En Bart die zegt, zal ik anders even gooien? Ik zeg, nee, want straks vang jij hem. Hij zegt, ja, dat zal wat zijn, hè? Nou, en daar is het resultaat. En weg is die. Nou, Bart. Ik heb ook altijd pech. Nou, dat was hem weer. Thanks voor het kijken. 3 vissen. Was een leuke ochtend zo. We zijn er erg blij mee. Ja, zeker. Dood aas 2 en eentje werpend. Dus dat is een goede score. Ja. Ja, lekker gevist toch? Heerlijk gevist. Lekker alles inpakken nu. En tot de volgende ronde weer. Zeker. Doei. Hoi.